Welkom bij TSC TV. In deze aflevering de samenvatting van de wedstrijd TSC Hercules uit Utrecht. Gespeeld op zondag 30 augustus voor ruim 600 toeschouwers op Sportpark De Lok in Tiel. TSC begon wat slordig aan de wedstrijd en dat resulteerde na 4 minuten al op een achterstand. De Tielse defensie kreeg de bal niet weg en daar wist Floris Burgers van Hercules wel raad mee. Het was meteen 0-1. TSC zat echter niet bij de pakken neer en drukte de ploeg uit Utrecht terug op eigen helft. Met goed combinatievoetbal, zoals we gewend zijn van de Tielenaren. Dat leverde ook mogelijkheden op. In de 6e minuut probeerde Matthijs van Gessel het van een afstand, maar doelman Arjan van Dijk redde knap. Het dichtst bij een doelpunt was Curtly de Wind, die zijn inzet van de doellijn gehaald zag worden. Niet veel later was Jip Bartels gevaarlijk, maar ook hij kreeg de bal niet in het net. Een lob van Ibo Alleskan werd nog net door een verdediger van Hercules geblokkeerd. TSC domineerde. Hercules bleef met uitvallen echter wel gevaarlijk. Maar TSC-doelman Sebastian van der Sman hield TSC op de been. Nog net voor rust was er een nieuwe kans. Bartels schoot uit een voorzet van Joel Sanaki hard op het doel. De Utrechtse doelman had 2 pogingen nodig om de bal te pakken. En zo bleef het 0-1 voor de bezoekers. Na de hervatting bleef TSC doorgaan met wat ze al deed. Aanvallen. Akihiro Takasawa kopte uit een hoekschop net over en Tielenaar van Gessel miste na een knappe aanval het doel op een haartje. Even zakte TSC wat weg in de tweede helft en speelde slordig. Hercules kreeg daardoor kansen, maar wist er geen raad mee. TSC pakte de draad echter weer op en bleef doorknokken voor een beter resultaat. Via schoten van Jip Bartels, Joel Sanaki en invaller Mohamed Nouri was TSC dicht bij de gelijkmaker. De verdiende gelijkmaker viel pas in de 2e minuut van de blessuretijd. Van Gessel zette voor en bij de 2e paal zorgde Bartels voor de afronding. 1-1. TSC bleef ongeslagen en staat nu op de 5e plaats in de topklasse met 4 punten uit 2 wedstrijden. Volgende week gaat TSC op bezoek bij AFC in Amsterdam. Ja, de stand wordt 1-1. Doelpunt te maken voor TSC. Spelen met nummer 9. Jip Bartels. In de eerste helft komen we al vroeg op 1-0 achter. Door een fout van ons achterin. Daar loop je achter de feiten aan, denk ik. Tweede helft kwamen we meer los en beter in ons spel. En dan zie je dat ook meteen resulteert in meer kansen. Zo voor mij persoonlijk als voor het team. Een paar acties, schoten op goal, een paar voorzetten. Ik heb nog een goede bal van Greg die hem mooi achter de verdediging legde. En ik kon hem net niet genoeg drukken om hem onder te laten krijgen. Dus ben ik wel heel blij dat ik alsnog in staat ben om die 1-1 te maken de laatste minuten. En dat we wel dat verdiend hebben. Loon naar werken. We hebben een ontzettend groot aantal bezoekers vandaag gehad. Het was heel mooi weer. Heel veel mensen zijn op de fiets gekomen. We hebben de fietsen en bromfietsen geweerd op het veld. Maar we hebben een heuse fietsenstalling bij de entree gemaakt. Die stond bom en bomvol. Ik vond het ook leuk dat er heel veel mensen waren om bij ons te komen kijken. We hebben nu vanwege dat we KNVB en topklasse spelen... Dat we dus ballenjongens en ballenmeisjes moeten hebben. Die hebben het nu voor het echtje gedaan. Dat was woensdag met de beker was het de try-out en nu was het voor het echtje. Dat is ook met de stewards. Het is allemaal niks moeilijke zaken geweest. Het publiek heeft ontzettend goed meegewerkt. Want er zijn natuurlijk een aantal dingen toch veranderd.
En ja, voetballend was het een ontzettend uitermate boeiende pot die tot de laatste minuut spannend bleef en waar wij eigenlijk toch, ja, we hadden er eigenlijk 3 moeten pakken. Dat hadden ze verdiend, dit team. Maar we zijn met deze 1 zijn we ook hartstikke blij, omdat we dus toch in de laatste 10 minuten toch weer op die 1-1 kwamen. Terwijl met het betere voetballen vonden. Dan de uitslagen van de op 30 augustus gespeelde wedstrijden. HBS tegen FC Lienden 2-2. HSC 21 AFC 1-1. JVC Kuik tegen Sneek 3-1. Koninklijke HFC EVV 1-1. Maghreb 90 tegen UNA 0-5. OJC Rosmalen tegen VVSB 1-0. TSC Hercules 1-1. En WKE tegen de Treffers uit Groesbeek 3-2. De stand na 2 speelronden. 2 clubs bovenaan met het maximaal aantal punten uit 2 wedstrijden, namelijk 6, UNA en WKE. Op de 3e plaats gedeeld 3 clubs, AFC, OJC Rosmalen en TSC. Zij hebben allemaal 4 punten. De Treffers 3 punten, VVSB 3 punten en JVC Kuik 3 punten. De eerstvolgende thuiswedstrijd van TSC op Sportpark de Lok is op zondag 13 september. Dan wordt gespeeld de wedstrijd TSC-JVC Kuik. Graag tot dan.